We hebben iets ontdekt. Ja, het is een beetje vreemd, want de afgelopen dagen hoorde je in het nieuws heel veel over Anne Vervoort, die zangeres van Milk Inc., die gestorven is. Maar ja, Anke zei nog in showbusiness een paar dagen geleden van ja, dat het eigenlijk niet de echte zangeres was. De frontvrouw. Ja, de frontvrouw van Milk Inc., die danste op de muziek en die ook playbackte. Maar er was ook een echte zangeres. En nu heeft die niet alleen een paar hits van Milk Inc. ingezongen, maar ook nog heel veel andere hits. En ze heet Karen Boelaerts. Hallo, met Karen. Karen, met Wim Oosterink van Q-Music. Hallo, Q-Music. Wij hebben je gevonden, Karen. Ja. Nee, maar, het klopt toch dat jij eigenlijk de zangeres was achter de schermen van Milk Inc. in het begin, hè? Ja, dat klopt. Maar eerst en vooral mijn enige deelneming natuurlijk voor Anne Vervoort. Ja, natuurlijk. Uiteraard. Ik was erg geschokken en aangedaan bij haar plotse dood. Dat klopt. Maar kende je haar eigenlijk goed? Ja, wij kenden elkaar toch wel goed. Namelijk dus echt van een samenwerking in de tijd met Milk Inc. Ja, oké. Okay. Want het was natuurlijk een beetje raar, want jij zong de liedjes in de studio. En zij zong ze dan op het podium, of playbackte ze dan op het podium eigenlijk? Ja, zij was geboren om op het podium te staan. Zij hield van dansen al vanaf dat ze jong was. En Reggie ontdekte haar ook en hij wou er een groep rond starten. Maar ja, helaas had Anne die zangcapaciteiten niet. En gingen ze dus op zoek naar een zangeres erbij. En dan via kwam Reggie bij mij uit. En dan waren we ook dadelijk gestart. Ja, blijkbaar wel, ja. Maar wacht even, maar u moet even wel, want ik, als ik zijn stem hoor, denk ik van ja. Maar doe je sowieso even zo'n walk on water, doe even. There was a time when nothing would last. There was a time I held on to the past. Ja, dat is I walk on water. Oh my god, dat is zo hard. Dat is zo hard. Wacht. Heb jij niet In My Eyes ook gezongen? Ja. Oké, doe eens. My eyes to see the way it is to be. Wacht, ja, goed. Wacht, we gaan even door. Wacht, hoe heet dat? Van Maurizio of zo? Wat is dat? Ja, van de Eurythmics daar. Heb je toch ook gezongen, hè? Ja. Van Sweden. Here comes the rain again. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. Ja. Ik heb een lijstje. Freak out van To Fabiola. Nee, daar kan ik toch zomaar niet beginnen. Allee, doe freak wel. Out today, I want you here to stay. Freak out today, so let's party into the night again. Whoa. Lift you up van To Fabiola. Ja. Yes. I lift you up to the highest emotions. I'm gonna make you feel alright. I lift you up to the highest emotions. Maar je hebt gewoon alle 90's liedjes gezongen. Arrivederci Hans van Laura Lin. Noem maar. Nee. Dat was jij niet. Maar ik vind het echt wel onwaarschijnlijk. Want wat een ontdekking. Maar echt ongelooflijk. Ja, je hebt gewoon alles gezongen. Maar echt. Ja, maar man. Dat was haar droom en ik heb haar eigenlijk haar droom waargemaakt, omdat eigenlijk, dat was zo'n lieve, toffe madame en ik heb er een enorme tijd mee meegemaakt, dus, en dat klikte ook. Ik zag ze op tv haar performance doen van Walk on Water en ik kreeg rillingen. Man. Ik zeg, dat kan niet. Dat was, het plaatje klopte, dat was geschreven voor haar, zij was geboren voor dat te doen. Amai. Niemand kon het beter doen dan Anne. Ah, laat dit dan een eerbetoon aan Anne geweest zijn. Karen, maar we zijn toch blij dat we jou ook ontdekt hebben. Absoluut. Bij deze hoor. En zeg, hartelijk bedankt om voor het telefoontje en tot ziens. Tot de volgende keer. Hè. Dag Karen, salukes! Doei! Doei. Doei.